Wat is, is dit nou een typisch beeld voor jou, voor jouw stijl? Of wat maakt dat je dit beeld hier hebt neergezet? Nou, de eerste heb ik dat hier neergezet omdat het een portret is, omdat het een mensfiguur is. En dat is het thema van deze tentoonstelling. Ja. Maar dit is wel een kenmerk dat ik het heel mooi vind om ten eerste zoveel mogelijk van de steen te handhaven. Ja. En om het contrast tussen de buitenkant, de ruwe buitenkant, en de gladde binnenkant. En ik heb dan zo'n steen en dan draai ik hem alle kanten om. En dan ineens komt er een beeld uit. En dat probeer ik er dan uit te halen. En hoe heet deze? Ja, deze heet heel prozaïsch zittende figuur. Kijk. Het was ook gewoon een stoere steen, dus ik heb geprobeerd om dat zo stoer te houden. En daar tegenover, dit is stoer en dit is heel fragiel. Ja. Ja, we komen één keer in de 14 dagen met een groep mensen die dezelfde opleiding hebben gedaan bij elkaar. En dan hebben we 's morgens altijd naar model. Dat kan je dan met verschillende materialen doen. En het is dan ook een soort van buiten je comfortzone gaan. Ja. En om dus met hele andere materialen te werken. En dit zijn dus draadfiguren. En maak je dat van één lange draad? Nou, dat is bijna niet mogelijk. Nee, hè? Nee. Maar dit is wel heel leuk. Het is een beetje grafisch. Maar het is leuk om toch iets driedimensionaals te doen. Maar het is ook heel doorzichtig. Ja. Wat leuk is van hier is dat je ook afhankelijk van het licht ook een beetje die schaduwen ziet. Ik heb pas gezocht van mensen die op dat wit.